training H voor 5: Constructie van krachten. Eerst gaan we kijken naar een plan van aanpak en daarna gaan we aan de hand van een voorbeeld dat plan van aanpak toepassen. Wanneer we te maken hebben met constructie van krachten, dan wordt er eigenlijk al meteen een, een grote hint weggegeven in de vraag. Want de vraag begint dan vaak met bepaald door constructie. En dan weet je al uh, dat je iets moet gaan tekenen, vaak in de bijlage van het examen op, op een groot uh, formaat. En dat je of iets met krachten moet gaan doen, of iets met de hefboomwet. En de hefboomwet die zit in het volgende weblesje. Hoe ziet de plan van aanpakken nu uit bij constructie van krachten? Uh, stap 1 is dat je een aantal hulplijnen gaat tekenen, waarmee je de situatie voor jezelf wat duidelijker maakt. Uh, stap 0 heb ik eigenlijk niet eens opgeschreven, en dat is: uh, maak een schets van de situatie of een tekening van de situatie omdat heel vaak bij een uh, vraag die begint met bepaalde constructie je die tekening al gegeven krijgt. Volgende wat je zelf moet afvragen is, moet ik hier de eerste wet van, het, van Newton gaan toepassen? Uh, vaak wel, want dat wil zeggen dat dus er zo'n voorwerp in rust is en dat alle krachten op, die, op dat voorwerp samen nul zijn. Uh, soms niet, maar dat volgt dan uh, uit de vraag. Vervolgens ga je proberen die krachten te construeren, dus zelf te tekenen, zo netjes mogelijk. En dat doe je door middel van de parallelogrammethode of door te leggen van de krachten. Vaak moet je ook nog zelf de krachtenschaal gaan bepalen. En als je dat allemaal hebt gedaan, ja, dan kun je uiteindelijk eh, komen tot het, antwoord geven van, eh, tot het beantwoorden van de vraag, zo moet ik het zeggen. Nou, dit is het eh, stappenplan, plan voor aanpak. En de vraag. Het probleem ziet er als volgt uit. Ik heb een voorwerp hier als een bol getekend. En het voorwerp hangt aan een touw. En het voorwerp heeft een massa van 4 kg. En de vraag is: bepaal de constructie de grootte van beide trekkrachten. Ik heb uh, dik gemaakt wat ik uh, eventueel op het examen zou markeren met mijn markeerstift. Dat is namelijk het gegeven 4 kg, zo zwaar is de massa. Die ga ik zeker nodig hebben. Het sleutelwoord of de drie sleutelwoorden bepaald door constructie. En dat wat nu eigenlijk gevraagd wordt, dat zijn twee krachten, twee trekkrachten. Dus uiteindelijk moet ik dadelijk twee keer een kracht hebben als antwoord. Stap 1 van het stappenplan: trek wat hulplijnen. Nou, die ga ik hier in wit stippelen. Let erop dat je het stippelt. Want hulplijnen, die moet je dus nooit rechtdoor. Trekken, maar die moet je altijd gestippeld weergeven. En de eerste hulplijn die ik trek is de lijn in de richting van de zwaartekracht, want ik weet natuurlijk altijd dat de zwaartekracht naar beneden gericht is. En ook de trekkrachten hebben iets bijzonders, want van de trekkracht weet je ook altijd in welke richting dat die staan, namelijk in de richting van de twee touwtjes. En die kan ik dus ook weergeven als gestippelde lijnen. Hoeft niet per se. Maar ik ga deze lijnen dadelijk gebruiken in de rest van mijn uitleg. En voor het verhaal is het wel completer om die lijnen nu al te tekenen. Dan kan ik ook nog de kracht tekenen. Die werkt op de massa. De kracht die hoort bij een massa van 4 kilogram. En die kracht zou je dus eigenlijk moeten tekenen vanuit de massa. Maar omdat ik dadelijk die krachten ga combineren met elkaar. Moet ik alle krachten vanuit hetzelfde punt laten vertrekken. En daarom dat ik die zwaartekracht ook laat Vertrekken vanaf het koord. Dus de oranje pijl is de zwaartekracht van uh, die bol. En die werkt dus op het koord. Het aangrijppunt uh, kies ik op het koord. Nu ga ik eens kijken ja, wat moet er nu gebeuren als ik de wetten van Newton ga gebruiken. De bal hangt stil. En dan zegt de eerste wet van Newton: dan moeten alle krachten samen moeten. Uh, 0 zijn, want dan beweegt een het niet of hij beweegt met een constante snelheid. Er zijn drie krachten: ik heb de zwaartekracht en twee trekkrachten. en Die moeten samen 0 zijn. Nu weet ik van allebei de trekkrachten eigenlijk nog niet zoveel. Maar ik weet wel iets van die beide trekkrachten samen, namelijk samen moeten ze voor een resulterende kracht zorgen die precies even groot is als de zwaartekracht, maar tegenovergesteld gericht. En die kan ik tekenen. Dat is deze gestippelde kracht. En nu kan ik een stapje verder, want nu kan ik gaan achterhalen door middel van een parallelogrammethode hoe nu die beide trekkrachten zijn, hoe groot dat die zijn. En om die trekkrachten te bepalen ga ik nog twee hulplijntjes tekenen. Hulplijntjes evenwijdig aan de beide uh, krachten en dus ook evenwijdig aan de beide uh, koorden. Maar die dan gaan door het puntje van die somkracht. Het puntje van de resulterende kracht, en daarvoor heb ik mijn geodriehoek nodig. En die geodriehoek die ga ik ook slim gebruiken, want op die geodriehoek staan een aantal uh, evenwijdige lijnen. En die ga ik dus ook gebruiken. Ik leg de geodriehoek evenwijdig aan het koord en ik ga hem vervolgens zo verschuiven dat uh, de, de zijkant van de geodriehoek precies over het puntje van de resulterende kracht komt. Kijk, ik ga het zo doen. Zo. Heb ik hem mooi evenwijdig uh, geschoven. Ik heb gebruik gemaakt van die evenwijdige lijnen. Ik kan nu de hulplijn tekenen langs de zijkant van mijn uh, geodriehoek. Evenwijdig aan het uh, koord rechts. En die hulplijn die gaat ook precies door het puntje van de, de resulterende kracht van die twee spankrachten. En die lijn die zal dan er uh, zo uitzien. Met het andere koord kan ik met mijn geodriehoek natuurlijk dezelfde truc doen. En dan kan ik deze hulplijn tekenen. Nu heb ik mijn parallelogram gemaakt. En uh, de punten waar de hulplijnen het koord snijden, of eigenlijk moet ik zeggen de stippellijn van het koord snijden, daar eindigen ook mijn twee spankrachten. En let erop, want het kan best zo zijn dat de spankrachten die je moet tekenen in sommige gevallen groter zijn dan het koord lang is. En dat kan gewoon. En daarom is het wel belangrijk om te beginnen met het verlengen eigenlijk van die twee koorden door middel van de stippellijn. Want um, dan geldt nog steeds dat mijn tweede um, hulplijn nog steeds iets snijdt, namelijk de stippellijn snijdt. En op dat punt eindigt namelijk mijn spankracht. Nou, hier is het niet nodig, want die koorden zijn lang genoeg voor deze situatie. En ik kan mijn spankracht uh, tekenen. Dit is de spankracht naar links. En ik heb ook een spankracht naar rechts. En uh, wat ik nu vervolgens nog kan doen, is uh, opmeten hoe lang elk van die drie getekende krachten. Zijn en dat, daarvoor moet ik natuurlijk weer mijn geodriek gebruiken. Ik hou hem zo, ik leg de 0 aan het begin van uh, mijn uh, pijl en dan kan ik heel makkelijk en heel snel aflezen hoe lang elk van die drie pijlen zijn in mijn tekening op de bijlage van mijn examen. Nou, de zwaartekracht heeft een lengte van 5,7 centimeter, kom ik achter en de twee andere krachten hebben een lengte van 4,8 centimeter en 5,8 centimeter. Ik heb nu al een belangrijk gedeelte gedaan van deze opgave, maar ik ben nog niet klaar. Want ik weet nog niet hoeveel Newton dit is. Want ik moet natuurlijk de kracht geven in de, grootte, de grootheid Newton en niet in centimeters. Om dat te kunnen moet ik nog eventjes de krachtenschaal gaan berekenen. En voordat ik dat doe, ga ik eerst, en dat is eigenlijk vrij makkelijk, en die kun je eigenlijk altijd doen, ook al weet je de rest niet. Je kunt altijd uitrekenen hoe groot de zwaartekracht is, die werkt op de massa van 4 kilogram, want die is 4 maal 9,81 en uh, is 39,2 newton groot. Die waarde kan ik gebruiken om de krachtenschaal te bepalen, want ik weet dat mijn pijl 5,7 centimeter is. Dus 5,7 centimeter zijn uh, gelijk aan 39,2 newton en dan weet ik ook hoe groot mijn schaal is in deze tekening, namelijk 1 centimeter is gelijk 6,88 newton. Nu hoef ik nog maar één stap te doen en namelijk uh, bij elke, elk van de twee spankrachten even uit te rekenen hoe groot dan die krachten zijn want ik weet de lengte is een centimeter en ik weet nu ook mijn krachtenschaal. Nou bij uh, de schaal uh, de kracht uh, links is die 33 newton en de kracht rechts naar boven de spankracht is die 40 newton. Ik ben nu klaar met mijn opgave maar ik moet niet vergeten om nog op drie dingen te letten. En om voor mezelf duidelijk te maken dat ik er aan gedacht heb, ga ik gebruik maken van drie keer een streepje onder mijn eindantwoord. En het eerste waar ik naar ga kijken is: geef ik wel antwoord op de vraag? En de vraag is: bepaal de grootte van een kracht van twee krachten zelfs. Nou, ik heb twee keer een getalletje met Newton erachter, dus dat is duidelijk een kracht. Dus ik geef antwoord op een vraag. Streep eronder. Ik heb daaraan gedacht. Tweede streep voor de eenheid. Ben ik de eenheid niet vergeten? Nou, eenheid van kracht is Newton. Staat er bij allebei achter. Tweede streep kan er ook onder. Derde streep is uh, significante cijfers. Nou, die, is, uh, die kan soms best wel lastig zijn. Maar eigenlijk is dat in deze situatie niet zo heel moeilijk. Want ik heb uh, krachten gemeten met mijn uh, geodriehoek. Die kan ik uh, echt niet preciezer dan op twee cijfers aflezen. De massa. In het verhaaltje is ook gegeven op twee cijfers 4,0 kilogram en mijn antwoorden moeten daardoor ook in twee cijfers. Nou die staan in twee cijfers dus ik kan mijn derde streep ook onderzetten en nu ben ik helemaal klaar.